staan hier in de kroeg in Tebergen. Dat is jouw café sinds een tijdje. Klopt. Hoe is dat zo gekomen? Ja, hoe is dat zo gekomen? Ik heb een tijdje voor de vorige eigenaren gewerkt. En op een gegeven moment kreeg ik via te horen dat hun wellicht ermee gingen stappen. Ja, en toen vrij snel contact gezocht met de vorige eigenaar. En gevraagd van wat gaat er precies mee gebeuren? Gaat het dicht? En zo ja, hoe zou je het vinden als ik dat zou gaan doen? Nou, daar waren hun eigenlijk best wel enthousiast over. En toen is dat balletje vrij snel gaan rollen. En toen zijn we ermee bezig gegaan. Vanaf 1 maart hebben we de sleutel gekregen. Toen zijn we bezig geweest met verbouwen. Ja. En 20 april hebben we hier de grote opening gehad. Nou, het is misschien nog te vroeg te zeggen of het mij bevalt, maar tot nu toe geniet ik er nog elke seconde van. Ja. En ik vind het nog hartstikke leuk. Ja. Ik doe zelf de opleiding Hotel en Event Management. En ik heb dan hier nog een jaar gewerkt. En heel veel mensen vragen mij direct van, maar ben jij familie van de andere drosters? Hotel Drosten en het Allerautos. En beide eigenaren zijn dan neven van mijn vader, dus het zal ergens nog wel ver in de familie zitten. Ja. Ik heb een beetje geluk met dat ik in de laatste periode van mijn opleiding zit. En in de laatste periode gaan we een onderzoeksscriptie schrijven. En ik heb overlegd met mijn school dat ik een onderzoek ga schrijven over de kroeg. Waardoor ik dus hier elke dag kan lopen en tijdens en tussen het werk door dus aan mijn opdracht kan schrijven. Ga jij veel dingen veranderen aan het concept van het café? Ja en nee, denk ik. Waarheen Fox denk ik toch echt wel een bruin café was. Met de kroeg van de vorige eigenaren al wat meer een feestcafé. Daar ben ik in doorgegaan. Ik denk dat de kracht van de kroeg is de avondhoreca. Vooral de feestjes hier zijn gewoon erg populair. En daar hebben we ook... dat proberen we te faciliteren. Dus daar hebben we ook meer gedacht in het nieuwe uiterlijk van de kroeg. We zijn met de muziek bezig geweest, met de verlichting. En we kunnen eigenlijk heel goed een feest geven hier nu. En is het vooral gericht op jongeren of? Ik denk dat hier best wel diverse doelgroep komt. Waarbij we hier op donderdags en zondags toch wel wat stamgasten hebben. Ook van een oudere leeftijd. En de echte feesten die we organiseren trekken wel veel jeugd aan. Maar waar ik zelf ook nog mooi zou vinden dat wat meer generaties hier zouden komen. Ik denk een mooi voorbeeld zit in Almelo, het Hoorkhuis. Dat is een plek, we komen er zelf ook geregeld met vrienden, waar mijn vader bijvoorbeeld naartoe gaat met zijn vrienden. Maar ook ik met mijn vrienden. En dat loopt allemaal door elkaar heen. En dat zou ik wel mooi vinden om hier bij de kroeg ook te hebben. Ja, tot nu toe is het heel druk. Gezellig druk. Misschien ook dat het komt dat het nieuw is. En het belangrijkste voor ons is nu om die loop erin te houden. We gaan gewoon heel veel dingen organiseren en leuke dingen doen. En ik denk dat dat wel goed moet komen.